Goedemorgen allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is woensdag, dus we beginnen eigenlijk de week halverwege. En Dante zit hier naast mij, die zit even filmpjes te kijken. En voor iedereen die het zich afvroeg, Dante. Hoe gaat het met je hand nu? Kun je je hand eens laten zien? Het gaat heel goed met Dante zijn hand, zijn blaren zijn al weg. En je hebt geen pijn meer, toch? Nog wel? Heb je wel pijn? Echt niet. Nee, hij heeft geen pijn meer, we smeren elke dag gewoon met een crème. Dus dat is helemaal verder goed afgelopen, thank God. Ik ga over 10 minuutjes heb ik een online digitale koffie met de Nederlandse dames, waarvan eentje alweer in Nederland zit. Maar de rest, inclusief mezelf, dus zitten nog in Uruguay. En aangezien we elkaar niet in het echt kunnen zien om even een koffie te doen, gaan we even via WhatsApp video bellen met elkaar om zo online bij te kletsen. Het is trouwens verder wel een beetje een gekke week, want als alles gewoon was zoals het had moeten zijn, dan zaten wij overmorgen gewoon in Amerika met mijn gehele familie om het 40-jarige huwelijk van mijn ouders te vieren, om vakantie met elkaar te vieren. En ik moet zeggen dat ik af en toe wat down momentjes heb gehad deze week. En ik denk dat het gewoon een beetje komt omdat, ja, ik vind het natuurlijk, ondanks dat het belangrijk is dat we allemaal gezond zijn, wel lastig soms dat ik nu niet mijn familie ga zien. Weet je, die vakantie die gaan we volgend jaar overdoen. Maar het idee dat ik gewoon overmorgen mijn gehele familie had kunnen zien. Niet alleen mijn ouders, maar ook mijn broers, mijn schoonzus en mijn nichtjes. En dat dat nu niet meer gaat gebeuren. Ja, dat vind ik wel lastig. En ik merk dat ik dan af en toe een beetje zo'n emo heimweegevoel heb hier. Nu ga ik maar eventjes mijn kopje thee maken. En klaar zitten voor de digitale koffie. Thee dus voor mij. Wij hebben even een uitstapje met z'n drie om hout te kopen. Maar Matthias en Dante, die gaan samen de supermarkt in. Lukt het, schat? Succes, Dante! Nee, succes, papa en Dante. Ga eens hoor. Wat zegt u? Kijk, hamburger speelgoed. Wie heeft dat gedaan? Ik vond deze leuk. Zo halen we dus hout. Bij de houten heuvel. Everywhere wood. Ta-da-da-da-da. Hoe gaan we dit nou naar boven nemen dan? Hoe gaan we dit allemaal, Dante? Ga je dit allemaal dragen? Quink, quink. Maten, hè? Komkommer. En mama heeft dit. Papa die is aan het eten. Ja, met Juan. Nee, Juan is in Nederland. Met Paolo. Daarom eten we alleen. Dus ik eet restjes van gisteren. Lekker wrapped. En Dante heeft pasta met komkommer. En we mogen een glaasje cola. Cola zero, hè? Niet zoveel suiker voor Dante. En we gaan nu samen een film kijken, toch? Kijk,
wat nou zo'n voordeel is van gewoon de hele avond alleen thuis zijn. Of nou ja, dat tante ligt te slapen en Matthias weg is. Is dat ik gewoon een keer niet 's avonds naar de PlayStation hoef te kijken of naar voetbal hoef te kijken. Ik kan gewoon in alle rust doen en laten wat ik wil. Dus, ik heb een cinnamon roll uit de vriezer gehaald. Die ga ik even opwarmen in de oven. Ik ga een kopje koffie voor mezelf maken. Kaarsjes aan doen en dan ga ik op de bank ploffen en ga ik heerlijk Bachelorette kijken. Natte hand, high five. Hé, hey, maar wat goed gedaan. Dankjewel. Zie. Cinco para adelante, dante, agarralos. Agarralos, bate. Yo tengo. Cuatro. Cuatro. Y por último. Cinco. Cinco. En ik die gaan even een frisse neus halen. Even een rondje lopen samen. Niet dat je me ziet met die zon achter mij. Maar zolang we in het zonnetje lopen is het lekker. Voor de rest is het best wel fris, moet ik zeggen. Hoi, ik ga zo snel een fris bekijken. Even ter duidelijkheid, Dante die zegt dus, mama, ik wil vloggen. En dan wil hij dit heel graag aan jullie laten zien. Nee. Dus hierbij. Nee. Dante wil vloggen. Waar gaan we? Dit blijf ik altijd heel bijzonder vinden. Dat als je vanuit de stad naar de Rammen loopt, dat je dan daar al de zee ziet. It's a wide ocean and a tight emotion and a homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while now since that old town, down by the water, picking stones from the ground. Take me home to the friends I've always known. Take me home, back to the place where I belong. Hey guys, het is vrijdag en het is al bijna 5 uur, dus ik begin heel laat met vloggen. Maar het is vandaag een hele heugelijke dag, want tussen 6 en 7 wordt onze eettafel gebracht. Ja, eindelijk. Want zoals jullie wel weten, hadden wij nog altijd geen eettafel. En vorige maand hebben wij een eettafel besteld bij een online bedrijf hier in Uruguay. Het is best normaal dat heel veel winkels online hun spullen aanbieden hier in Uruguay. Want het is behoorlijk duur om hier een fysieke winkel te hebben.
Maar dat maakt het dus ook heel spannend, want ik heb de tafel niet in het echt gezien. Alleen op foto. En we hebben een maand moeten wachten omdat ze het ontzettend druk hadden. En de spullen, de meubels worden alleen op aanvraag gemaakt. Maar vandaag is de dag en ik ben heel benieuwd. Ik vind het ontzettend spannend. Ik ben benieuwd of de tafel er in het echt uitziet als zoals ik op de foto zag. We gaan het allemaal zien. Ik ben in ieder geval wel blij. We hebben lekkere hapjes voor vanavond, Matthias en ik. Dat we aan tafel kunnen gaan borrelen vanavond. We moeten trouwens nog wel eetstoelen hebben, want dat hebben we nog niet. We hebben nog steeds 2 eetstoelen te leveren van mijn schoonouders. Dus we moeten nog steeds zelf eetstoelen kopen. Maar daarmee wou ik wachten totdat we de tafel binnen hadden, zodat ik een beetje kan zien hoe en wat qua kleur. Maar dan gaan we vanavond op de eetstoelen van mijn schoonouders aan onze eettafel een borrel eten, drinken. En morgen ga ik er wel aan ontbijten en avondeten. Oh, dat is zo fijn. Hoe blij kan je zijn met een eettafel? Heel blij, denk ik. Oké, probleem. We've got a problem. Hij past niet door onze voordeur. Kijk, hij staat hier. De tafel. Maar hij past net niet, omdat dit stukje deur in de weg zit. Dus we moeten eigenlijk de deur eruit halen. Dus hij staat hier nu. Ja, hier staat hij nu. Hoi. We gaan een tafel maken. Kijk. De tafel is klaar. En de tafel is nu gemaakt. De tafel is nu gemaakt. Go! Ja, bidi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 bid
Mama, jij hoort in de vlog te doen. Wat moet ik in de vlog doen? Je moet zacht in de vlog. We hebben een tafel en die tafel past niet. We hebben een tafel, maar de deur kan niet ver genoeg open. Dus hij past er net niet doorheen. Ah. Je moet hem met deze stapjes beneden doen. Dan past hij. Tada! Maar vergeet niet voor jullie uitgaan. Nou, en dan is dit de tafel dus al aangekleed door de hand. De foto moest pers op de tafel. Ik moet er wel bij zeggen dat we nog niet zeker zijn of we deze kleur hout gaan houden. Want ik wou hem eigenlijk wat koeler hebben. Iets witter, grijzer. Toen hebben ze bij het bedrijf een test gedaan voor ons met een stuk hout om een beetje grijzig te verven. Dat vond ik al helemaal niet mooi. Het zag er heel viezig uit. Toen heb ik gezegd, nou weet je, geef onze tafel maar gewoon zo in een natuurlijke kleur hout. En dan kunnen we zelf nog beslissen of een soort grijzige, wittige olie eroverheen gaan doen. Of dat we hem gaan bijten. Ik weet dan niet dat soort termen wat je met een tafel doet. Maar dan kunnen we zelf nog beslissen of we het hout iets lichter gaan maken of niet. Maar voor nu is dit al perfect. Oh, je gaat... Wacht even. De kaarsjes en de beker. Hello, Valentina. Hello, Kupla, Valentina. Está comiendo. Está rico el té. Goeiedag op deze regenachtige dag. Oh, Dante. Dat is boos omdat hij geen snoepje mag. Het is zaterdag en het regent buiten. Het is echt...
herfst, vies, winter weer. Vandaar ook deze muts. Maar wij zitten met z'n drietje in de auto, want wij gaan proberen om stoelen te kopen voor de tafel. Geen idee of we met z'n drietje naar binnen mogen. Het is allemaal een beetje vaag hier. Betreft winkels die open zijn, de regels qua mondkapje of personen naar binnen mogen. Maar we gaan naar een winkel toe waar we een beetje industriële stoelen hadden gezien. Kijken of die bij de tafel passen of niet. Mama, ja. Mijn muts past. Mijn masker past niet zo bij mijn muts. Ja, nice met de muts. Van mij ook. Het ziet eruit alsof iemand gaan overvallen, Dante. Als we... Help, papa. Help voor mijn masker in mijn muts. We zien eruit alsof we een bank gaan overvallen. Dit is de Sodimac Home Center. Ja, je kan het best vergelijken een beetje met de Gamma Quantum-achtig iets. Als je denkt dat je zo even naar binnen kan lopen hier zo, dan heb je het goed mis. Ze hebben het goed verstopt deze rij. Er wordt ook nog temperatuur opgemeten hier zo. Lachen dit. Nu gaan ze kijken of je een warm hoofd hebt. Zo lekker hè, met je haren zo. En je muts op, ik ook. We hebben twee stoelen. Het zijn eigenlijk hele simpele van die zwarte stoelen die passen bij dat metalen wat onder op de tafel zit. En zijn erg makkelijk om schoon te maken. Dat is ook heel belangrijk. En voilà, dit zijn de stoelen bij de tafel. Een stickertje zit er nog op. Ik vond ze wel mooi bij de stijlpassen zo van dat staal. En dan deze stalen stoelen. En ik dacht, nou, ik kan er ook nog eventueel een kussentje op doen. Als we nou echt hele harde billen van deze stoelen krijgen, dan ga ik wel naar een stoelkussen kijken. Maar ik vind het wel mooi zo. En ik heb volgens mij al gezegd, mijn schoonvader die gaat een bankje aan deze kant maken. Dus ja, dit is een beetje. En ik zat te denken of ik deze ketting aan de muur wil ophangen. Dit is eigenlijk een kerstslinger van de Hema. Zie je niet echt, maar het is echt ja, een kerstslinger van de Hema. Afgelopen kerst gekocht. Maar die vond ik wel hier bij dit steltje hier zo pas. En ik dacht, nou, als ik hem dan aan de muur kan hangen, misschien is dat wel mooi zo bij elkaar. Dus dit wordt een beetje onze eethoek uiteindelijk. Ja. Ik ben bij Tatjana geweest. En waar was mama? Hier, bij huis. Wat ging mama thuis doen? Schoonmaken, het hele huis schoonmaken. Wat heb jij gedaan bij Tatjana dan? Spelen. Nu heb je lekker gedoucht, nu ben je schoon. Mama. Ik heb vandaag helemaal niet gevlogd, want Matthias en Dante die gingen naar mijn schoonouders toe. En ik heb het hele huis geschopt, dus dat heb ik helemaal niet gevlogd, want er is niet zoveel aan. Om te zien hoe ik sop, toch? Dus nu hebben Dante en ik lekker gedoucht. Weet je, ik hoef wat te zeggen. Oh. Ik heb een verrassing voor de mensen, kinderen en mevrouwen. Welkom toen als mama en papa en een kindje show. We gaan wat maken van speelgoed voor mij. Nou, het is bijna bedtijd. Tante mag nog even wat drinken. Ja. Want we hebben net heerlijk warm gedoucht samen. En weet je wat ik heb? Wat ik ga drinken? Chocolademelk. Kijk dan eventjes binnen. Oh ja. Bye. Ja. Dus, sorry dat we vandaag helemaal niet hebben gevlogd. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe de duimpjes omhoog als je het een leuke video vond. En wil je geen enkele video meer van ons missen van Dante? Klik dan even op subscribe. En tot volgende keer. Doei. Doei doei. Niet doei. Je kan vannacht spelen met ons. Doei doei.